Goed, toegegeven. Mondkapjes maken het herkennen van iemand niet makkelijker. En toch denken we dat deze man echt wel eens herkend en gevonden kan worden. Op vrijdagmiddag 9 oktober rond 1:05 komt deze man naar sigarenspeciaalzaak Van den Boogaard aan de Zandstraat in Beneden-Leeuwen. Het is subtiel, maar misschien ziet u wel dat de man zijn linkerarm wat krampachtig tegen zich aandrukt. Hij kijkt even terwijl de medewerkster nog bezig is en pakt dan een aansteker. Hij maakt de indruk te willen afrekenen. De medewerkster snapt hem daarom niet meteen als hij geld, geld roept. Ze wijst hem zo even op de pinautomaat, dat hij daar kan betalen. Tot ze zijn mes ziet. Hoewel ze schrikt, schakelt ze het alarm in. Door het geluid daarvan schrikt hij. Eigenlijk nog best rustig gaat hij weer naar buiten, waardoor niet iedereen op straat doorheeft wat er aan de hand is. Pas dan begint hij te rennen. De politie ontdekt later dat de man al een paar minuten eerder voor de winkel stond. Waarschijnlijk haakte die af omdat het te druk was daar aan de Zandstraat in Beneden-Leeuwen. Maar misschien kan iemand zich hem daardoor herinneren en daarom ook meer over hem vertellen. Alle informatie over de man is welkom.